Op verzoek van het parket van Namen, afdeling Dinant, vraagt de politie ons volgend opsporingsbericht te verspreiden. Op 14 november 2014, rond 4:30, komt een voertuig aan op de parking van de concessiehouder Kia, gelegen in de Grande Route de Ciney te Sorin. Vier verdachten stappen uit het voertuig en trachten de garage binnen te geraken door zware voettrappen op de toegangsdeur te geven. Ze gebruiken verschillende voorwerpen om de deur open te maken. Drie daders betreden de handelszaak terwijl de vierde buiten op de uitkijk blijft staan. Eens ze binnen zijn, begeven ze zich onmiddellijk naar het bureel waar de brandkast staat. Ze slagen erin om de brandkast naar de toegangsdeur te slepen, maar deze raakt echter niet door de deur. Hierop gaan de daders naar buiten, stappen in hun voertuig en rijden achteruit in het rolluik van de garagedeur. Een van de daders kruipt onder het rolluik en brengt de brandkoffer naar buiten. Met behulp van zijn kompanen wordt de brandkoffer in het voertuig geladen. De daders nemen de vlucht aan boord van een Mercedes klasse A met nummerplaat 1GEF267. Deze nummerplaat is de dag voordien gestolen in Jette. De eerste dader was gekleed in een blauwe jeansbroek, donkere schoenen met witte zolen van het merk Nike. Hij droeg ook een jas die hij waarschijnlijk binnenste buiten droeg en grijze handschoenen. Hij had een koevoet bij zich. De tweede dader droeg een blauwe afgewassen jeansbroek, een blauwe sweater met kap van het merk Adidas met drie verticale lijnen op de mouwen. Hij droeg ook blauwe schoenen met witte zolen. De derde dader was gekleed in een blauwe trainingsbroek, een korte donkere jas en donkere schoenen met witte zolen. Hij droeg eveneens een donker petje en een grijze sjaal. Kent u deze mannen of hebt u andere nuttige informatie met betrekking tot de feiten? Neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30 30 0.